De Amerikaanse verkiezingen dan, daar zijn we ook benieuwd naar. Ja. Die komen eraan. Dat duurt niet noodzakelijk zo lang. Hè? Nee. Op dinsdag gaan ze allemaal naar de stembus. Op woensdag hier, hè, dan komen dan die uitslagen als het goed is. Maar sommigen vrezen toch wel dat die uitslagen tot onrust of zelfs rellen kunnen leiden. De Amerikaanse supermarkt Walmart neemt daarom nu voorzorgsmaatregelen. Ze halen alle wapens en munitie uit de schappen. Ja, wij kunnen ons dat natuurlijk sowieso niet voorstellen dat het in de winkel ligt. Maar dat is daar natuurlijk heel gebruikelijk. Klanten kunnen het nog wel kopen, maar dan moet het vanuit het magazijn komen. En het is dus een voorzorgsmaatregel uit veiligheidsoogpunt voor medewerkers en klanten. Eerder dit jaar is dat ook al eventjes gedaan toen die demonstraties rond Black Lives Matter zo uit de hand liepen. Ja, in welke situatie zouden er inderdaad rellen kunnen ontstaan, denkt u? In Amerika, ja, dit is... Kijk, zo'n Walmart is gewoon eigenlijk een supermarkt. Zulke grote kennen wij niet in Nederland, maar je gaat heen voor je groente, fruit en ook een heleboel andere dingen. En ik heb daar wel eens voor zo'n schap gestaan met echt, nou ja, in mijn ogen de bizarste wapens. En ook echt bedacht, hoe kan het toch dat je het in een supermarkt kunt kopen? En dat ze daarop anticiperen lijkt me wijs, omdat je ook hebt gezien dat Trump zegt, mocht ik niet winnen, dan zien we wel wat ik daarmee ga doen. Dat zijn heftige uitspraken. Dus dat land nu dat heel erg polariseert en op gespannen voet staat op iedereen tegenover elkaar. Dat lijkt mij wel een hele heftige situatie. Zeker in een land waar je zo makkelijk aan wapens kunt komen. Want dat is het. Het is heel laagdrempelig en heel makkelijk. Dus dit lijkt mij een wijze stap. En ik hoop dat de democratie zal winnen. Wie er ook wint, dat gewoon netjes de macht daar komt, daar waar die hoort. Degene die heeft gewonnen en punt. Dat hoop ik.